De stadsfractie van het CDA wil dat er actie ondernomen wordt door het stadsbestuur om straatintimidatie en seksuele intimidatie te bestrijden. En hun initiatief wordt breed gesteund door de rest van de gemeenteraad. Volgens een enquête van de website Sikkom is seksuele intimidatie schering en inslag in het Groningse uitgaansleven. 6 op de 10 ondervraagden zegt wel eens aangerand te zijn tijdens het stappen. Dus het is vooral een bevestiging voor veel vrouwen, maar het laat ook gewoon qua cijfers zien hoe ernstig het eigenlijk gesteld is. En ja, hoe vervelend de uitgaanservaring in Groningen voor veel vrouwen is, maar ook gewoon het over straat gaan. En dat vinden wij echt zorgwekkende cijfers. Betere voorlichting moet de daders laten beseffen dat hun gedrag echt niet door de beugel kan. Nou, denk aan posters, denk aan op sommige plekken, bijvoorbeeld, nou, neem ik het voorbeeld in Den Haag, heb je in de vorm van kunst, dat het wordt duidelijk gemaakt. Het kan op heel veel creatieve manieren. Ook zijn er cursussen ontwikkeld voor horecamedewerkers om te leren hoe te handelen. Helaas wordt daar dus echt heel weinig gebruik van gemaakt. Voor zover nu bekend bij ons is het 1 ondernemer geweest. Nou, wij zouden heel graag willen dat die training veel meer onder de aandacht wordt gebracht. Zodat personeel ook actie kan ondernemen als ze zoiets zien. Intimiderend gedrag op straat en seksuele intimidatie is strafbaar gesteld. De politie kan dus ook sneller en vaker optreden. Wat je graag zou willen zien in de gemeente, dus handhaving van iets wat gewoon niet mag. We'll be right back.